Ik wil het kort met jullie hebben over Dr. Dre en de waardering van bedrijven. Ik kwam dit artikel laatst tegen. Dr. Dre wil beats terug. Hier zie je Dr. Dre met Eminem en Snoop Dogg. Daar zit hij ook achter. Dr. Dre was verder zelf ook een bekende rapper een jaartje of 20 geleden. Dat was de kop van dit artikel. Wat blijkt nou dat Dr. Dre... die wil zijn bedrijf, Beats, wil die terugkopen. Hij heeft het in 2011 verkocht aan HTC. Niet helemaal, maar 50% van de aandelen heeft hij verkocht voor $300 miljoen. En later heeft hij alweer de helft daarvan teruggekocht. Maar HTC is dan nog steeds 25% eigenaar van het bedrijf. En die aandelen wil Dr. Dre weer terugkopen. Wat je... ziet en eigenlijk heel simpel kan uitrekenen met deze getallen, is als HTC ooit voor 50% van de aandelen $300 miljoen heeft neergelegd, dat dus heel Beats, het bedrijf, Beats Electronics heet het, dus in totaal $600 miljoen waard is. 50% $300 miljoen, 100% van het bedrijf is $600 miljoen waard. En zo kan je dus heel makkelijk aan de hand van aandelenpercentages en de waardering daarvan uitrekenen wat het bedrijf waard is. Tot zover Dr. Dre en de waardering van bedrijven.